Yo, de derde mens! Welkom bij aflevering 3 van Super Mario 64. Ik ga niet naar deze onderwaterwereld, want... ja, die was gewoon niet zo leuk. Ik wil hier zo min mogelijk sterren halen. Ik ga gewoon lekker naar andere werelden. Laten we eens gaan kijken of de penguins er nog zijn. In totaal moeten wij 70 sterren voordat we het spel kunnen uitspelen. En nu moeten we een kleine penguin gaan zoeken. Wie weet hoe je penguin in het Zuid-Afrikaans zegt. Pukkewijn. Zuid-Afrikaans is sowieso een bazentaal, jongens. Doe gewoon een duimpje omhoog als je Zuid-Afrikaans vet vindt. En doe ook een duimpje omhoog als je deze video vet vindt. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Ja, dan gaan wij eens even op zoek naar de kleine mini pukkewijn. Ondertussen pak ik even alvast dit rode muntje mee, want je weet maar nooit. Oké, we gaan naar beneden sliden. Let's go. Sliding Mario, like a real gangster. Kijk hem chillen, jongen. Oh, rustig. Oh, we gaan in zijn achteruit. We doen de backslide, jongens. Oh, daar zit een muntje. Nou, dan gaan we nu niet de muntjes halen. Wat is dit? Oh, wacht. We kunnen hier gewoon staan. Oh, dan kunnen we wel dit muntje pakken. Hallo, meneer de Bolleoni. Wat doe jij hier? Wie ben jij? Of wat ben jij? Mijn lichaam is weggesmolten. Ik heb een nieuw lichaam nodig. Oké. Oh, wacht even. Moet ik dan een gigantische sneeuwbal gaan maken of zo? Hey, yo, what up? Dit is Flabibbe. Flabibbe, zit je ook in de game? Ik wist niet wat Flabibbe er ook in zat. Eens even kijken wat hierin zit. Het is een flatsy. Zit hier een ster in? Oh, hier zit een uppie in. Uppie. Where do you go, uppie? Dankjewel, uppie. Leek wel alsof ik een tegengestelde magneet in mijn broek had of zo. Dat uppie, dat had er echt geen zin in. Anyways, ik heb nog steeds geen pinguïn gevonden. En ik weet niet waar jullie hier aan het showen zijn, maar mag ik er langs? Laat me er langs. Goed zo. Oh, laat me er langs. Ja, oké, dankjewel. Soort van, denk ik. Oh, wacht. Waar moeten we überhaupt naartoe? We moeten naar beneden, hè? Volgens mij. Ik heb hier muntje nummer 3 gevonden. Oh, wow, boze sneeuwman. Ah, laat me gaan. Wat ben ik nou aan het doen hier, joh? Daar is muntje 4, maar ja, we zijn geen muntje aan het pakken. Kijk, daar is mevrouw Penguin. Hallo, mevrouw Penguin. Hallo. Ik weet niet waar mijn pinguïntje is. Ik weet het echt niet meer. Ja, hoe moet ik het dan weten? Denk je omdat ik Mario ben dat ik alles weet of zo? Ik donderde bijna vanaf, joh. Hallo? Mini pinguïn. Waar ben je? Misschien dat ik eerder alle rode muntjes heb dan de mini pinguïn gevonden. Oh, hij stond hier op het dak volgens mij. Volgens mij zag ik hem. Muntje nummer 6. Nou, dan moeten we er nog 2. Maar volgens mij staat hij inderdaad hier op het dakje. Kan ik hier in? Nee. Kan ik hierop? Ja? Ik hoor hem volgens mij. Ik hoor hem. Wacht even. Hoe kom ik daar? Even hier langs. Yes. Kijk, hij is hier. Hij is op het dak. Ah! Kan ik niet gewoon via deze boom? Kijk, hier naar boven en dan... en dan zo. Woehoe! Ja, dit is makkelijker. Hallo! Hallo, mini pink... kom eens. Hallo? Wil je even luisteren? Luisteren naar de grote Mario? Hallo! Kijk, hier is je mini... pukkewijntje. Ben je nou weer blij? Geef me gewoon je ster, jongen. Geef me gewoon... hallo? Hallo? Moet ik hem echt... oh, ik moet hem echt... ik moet hem representateren. Want als hij naast je staat, dan zie je hem natuurlijk niet. Nee, je moet hem zo... in je gezicht gedouwd krijgen. Oh, dat is niet mijn baby? Wat? Is het de verkeerde? Word je nou nog kieskeurig ook? Ongelooflijk. Breng ik hem een baby penguin? Zegt hij, het is niet mijn penguin. Dit vind ik echt niet kunnen, jongens. Dit vind ik echt niet kunnen. Doe ik zoveel moeite. Nou, we gaan even met de kabelbaankie naar boven. Dan hebben we hier nog een muntje. Ik kan ook gewoon het laatste rode muntje zoeken. Dan hebben we dat alvast gedaan. Wat gaan we eerder vinden? De pukkewijn? Of de red coin. Hier kunnen we sowieso niet naar boven. Want daar gaan we glijden. Where do we go now? Ja, of we moeten weer de brug... ik weet het allemaal niet meer, jongens. Ik ben de kwijtweg. Wat is hier dan? Is dit weer zo'n blauwe muntjesparcours? Ja, 1, 2... oh, huh? Huh? Nee! Wacht even, hier is ook iets. Wat is hier dan? Wat is dit? Wat moet hier zijn? Ik snap het niet. Wat is hier bovenop de... is daar de pinguïn? Daar is die, hoor. Daar is die. Die pinguïn is gewoon hier helemaal bovenop deze berg. Gast. Wat doe je hier dan? Kom mee naar beneden. Je moeder zoekt je. Je moeder is dood ongeroestie. Let's go. Sliden. Wee. Als dit weer niet jouw kind is, hè.
Als dit niet jouw kind is, dan word ik boos, hé. Beter... Ik zie ook niks meer, want ik kan de camera niet draaien. Oké, springen. Let's go. Let's go. Loop niet zo te zeuren, jonkie. Loop niet zo te zeuren. Niet zo piepen. Ik breng je naar je madre. Hier, we gaan gewoon samen gaan we de brug over. Of niet? Wacht, laten we de kabelbaan nemen. Als de kabelbaan tenminste nog hier is. Ja, kijk, de kabelbaan is er nog. Nee, de kabelbaan is er niet. We moeten over de brug. Oké, oké, sneeuwpop, draai je om. Ja, lekker, lekker. Pinkwin, wat ben je aan het doen? Kom nou gewoon even... Kom nou gewoon even mee. Ja, lekker. Oké, cool. Ik heb je, Pinkwin. Waarom zijn we zo tragisch? Maar oké, die Pinkwin gaat nou weer wegrennen. Wedden? Ik hoor je moeder niet roepen. Waar is die nou? Wat is die nou? Waar is die Pinkwin nou naartoe, jongen? Wat is dit voor achterlijke missie? Dit is toch ongelooflijk? Waar is die Pinkwin? En waarom viel ik nou weer? Wat een achterlijke level moeder en kind. Dit is echt bizar. Kan ik niet gewoon hier naar beneden? Zo? Ja, kijk, dit gaat sneller. Top. Oké, Mario, ik weet het goed gemaakt. Je springt gewoon hier naar beneden. Hier! Ik heb je kind. Is dit je kind? Ben je nou blij? Man. Nou, kom maar op met die ster. Dankjewel, Pukkewijn. Hatsenflatsie. Sterretje nummer 11. Ik ben wel gelijk klaar met deze wereld. Ik wil ergens anders naartoe. Deze deur hadden we ook nog niet opengemaakt, blijkbaar. Peach! Yo! Oh, wat? Dit is Bowser. Dit is Bowser. Oh, nee. Oh, nee. Niet zo'n wereld als dit. Dit gaat sowieso fout. Oké, knoppie. Wat doen we met het knoppie? Oh, dan kunnen we dit rode muntje pakken. Oké, top. En nu hierop. Oh ja, nee, dit gaat sowieso... Dit ga ik niet in één keer halen. Sowieso niet. Dat geloof ik nooit. Wow! Dit level heeft sowieso ook geen checkpoints. Wedden. Wedden. En, oké, dat uppie is ook verleden tijd. Wat is dat? Wat zijn dit voor gekke bollies? Gekke stroombollies. Go. Lekker. Nu moeten we hier... Belazerd. Jongen, ik wil dit helemaal niet, joh. Gun mij even wat chillen levels. Ik ben freaking al 100 uur met deze video bezig. We gaan wel even naar Twompie Lompie level. Let's go. Naar de toppie van Twompie Lompie level. Of niet, natuurlijk. Nee, het duurt niet lang meer voordat ik dit rage quit, jongens. Ja, lekker. Zo ver zijn we nog niet gekomen. Lekker, Mario. Nope. Even rustig blijven, Rick. Even rustig blijven. Wat gebeurt er als Gear inklimt, trouwens? Zou hier ook iets in zitten? Wat ik nodig heb? Ik bedoel, deze paal is freaking hoog. Een uppie. Nou, die kon ik wel gebruiken, ja. Kan ik nou vanaf hier gewoon daar naartoe? Misschien wel, maar dat deed ik dan waarschijnlijk weer niet goed. Oké, we zijn bijna boven. En wat is er dan nu boven? Want ik moest nu weer naar de top voor de tweede keer. Ik was hier al een keer geweest, maar we moesten hier nog een keer naartoe. Ik ben boven. Oh, ik hoefde alleen maar naar boven te klimmen. Oh. Yo. Ik hoefde alleen maar naar boven te klimmen. Voor de volgende ster. Ik wou dus 10 sterren halen in deze video. Maar ik weet niet of dat hem gaat worden. Ik heb er nu pas 2 namelijk. Shoot into the wild blue. We moeten onszelf weer afschieten. Nou, had ik verwacht dat hier beneden wel een kanonnetje zou staan. Maar ik vind hier geen kanonnetje. Misschien staat hij iets hoger. Ha, kijk, hier is Bobby, jongens. Kijk, nu kunnen we weer kanonnetje gebruiken. Oké. Dan kunnen we in ieder geval, denk ik, de ster halen die we moeten halen. Ik denk dat we daar naartoe moeten. Ik ga mezelf daarop afschieten. Let's go! Oh, nice. Ja, ik zag hier al een sterretje. Daar. Lekker! Sterretje nummer 13 is ook van ons. Oké, nog 2 te gaan. Die gaan we even ergens anders halen. Dan gaan we toch weer naar het onderwaterlevel. Ja, we moeten toch wat verzinnen, hè? We moeten die sterretjes toch ergens vandaan halen. Can the eel come out to play? Oftewel, we moeten de eel, hoe heet dat ding? De paling. We moeten de paling zoeken. Maar ik had toch net al eerder al een paling gevonden? Ik had de paling al uit zijn schipje gehaald. Oh, hè? Hier is gewoon een ster. Wat? Ligt deze ster hier gewoon voor het oprapen? Of kunnen we daar niet in? Ik kan daar niet in zwemmen. Oh, wacht. Nee, dat leek al te makkelijk, hè? Oh, wacht. Hier. Eel. Dude. Kan je hier naar buiten komen? Auw! Oké. In één keer dood? Oké, dude.
Kom even naar buiten in plaats van mij op te eten. Ik ga nu proberen veilig hier boven langs te zwemmen. Ja? Ja? Hallo? Kom dan. Kom naar buiten. Kom naar buiten. Ik ben hier niet voor niks, jongen. Oh, daar is hij, daar is hij, daar is hij. Oh, en hij heeft een ster. Hij heeft een ster. Hij heeft een freaking ster. Pak de ster, Mario. Pak hem, pak hem. Ah! Pak hem. Snij hem af. Sneller. Ah, de ster. Potverdorie. Ja, we hebben hem, we hebben hem. We hebben hem. Lekker. Snel, 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 snel. Voordat je doodgaat, Mario. Voordat je doodgaat, pak de ster. Nice. Lekker dit. Oké, sterretje nummer 14. Ik ga er nog één pakken hoor in dit onderwaterlevel. Ik heb nou de smaak te pakken. Red coins on the ship afloat. Dus het schip is nu blijkbaar boven en dan moeten we nu rode muntjes gaan zoeken. Oh ja, kijk, het schip is daarachter nu. Hey, what up? Ik heb een kanon voor je gemaakt. Oh, thanks dude. Dankjewel. Ah ja, 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 die kunnen we goed gebruiken. Bobby's zijn vaak wel vriendelijk, hè? In Paper Mario The Origami King waren Bobby's ook al lief. En hier zijn ze gewoon weer super aardig. Oké, waar is dat kanon dan? Dat is daar. Moeten we even kijken waar naartoe we onszelf af kunnen schieten. Misschien daar? Ja, top. Ja, oké, lekker. Nice. Dan moeten we deze weer indrukken. Klinkt echt als Jean-Paul, jongen. When in the corner, when we're keeping you warm. I got the right temperature to shelter you from the storm. Oh, la, 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 la. Oké, we hebben hier dus een rood muntje. Maar daarachter moet er ook nog één zitten. Oh, er zitten er zelfs twee, joh. Ik wil eigenlijk daar dus bovenop. Maar hoe kom ik daar dan bovenop? Waarom lukt dat zo niet? Moet ik dan per se via die kist of zo? Dit moet toch ook gewoon oh, wacht even. Zo, en dan backflip. Ja, lekker, lekker, lekker. Hatsie, nummertje 2. Hatsie, nummertje 3. En dan moeten we alleen de rest nog gaan zoeken. Die zitten waarschijnlijk allemaal onder water. Kijk, oké, daar zit er één in. Waarschijnlijk zitten ze allemaal in die oesters. Hallo? Hallo? Doe eens even je bek open. Dankjewel. Hoi, mazzel. In deze oester zat er ook één, dat weet ik nog. Pak hem. Ja, nice. Dat is nummer 5. Dan moeten we er nog 3. Volgens mij zat er in deze ook 1. Kom maar. Doe maar open. Dankjewel. Oh, wacht even. Oh, snel. Pak hem. Ja, oké. Ik weet niet wat daar fout ging, maar er ging iets fout. Waarschijnlijk heeft deze oester er dan ook 1. Oh, nee. Deze heeft een shell. Oh, wacht even. Die moeten we ook even pakken. Dat is super handig. Oké, blijkbaar gaat die nu gewoon niet meer open. Oh, hij gaat wel open. Ja, lekker. Als ik nu begin te zwemmen, ga je weer open, hè? Kijk, met die shell, als je die pakt namelijk, dan kan je sneller zwemmen. Kijk, dan ga je veel sneller. Dit is super chill. Dus nu kunnen we best wel snel op zoek gaan naar andere rode muntjes. Oh. Dacht ik. Zouden hier nog rode muntjes zitten? Hier zijn we in de vorige aflevering namelijk geweest. Volgens mij heb ik hier toen geen rood muntje gezien. Maar ik ga het toch even checken. Dit is namelijk een verlaten grot. Een soort van piratengrot en kisties, maar volgens mij zonder rode muntjes, ja. Even kijken, heb ik nou alle oesters gehad of wat? Deze heb ik gehad, ja. Hier heb ik er ook 2 gehad. Ligt er niet nog 1 volgens mij? Ligt er dan hierboven nog 1 of zo? Oh, daar! Ik zag er eentje verschijnen. Daarboven is nog een oester. Jij mag, wat zit jij goed verstopt, jongen. Dankjewel. Wauw, en daarboven... Oh, oké, boven Bobby. Bobby! Kom eraan. Kijk nou, kijk. Waarom ga je nou niet gewoon op het freaking strand, Mario? Volgens mij heeft deze game nog slechtere controls dan Super Mario Sunshine, joh. Man, man, man. Het is niet te doen, hoor. Dus even kijken of ik gewoon in één keer dat rode muntje kan pakken daar. Dan moet ik denk ik iets hoger. Ongeveer zo. Oké, jammer. Maar we zitten wel in de paal. En dit is hem, hoor. Dit is hem. En daar verschijnt het sterretje op de boot. Dus we moeten nog een keer naar de boot. Oké. We gaan nog een keer naar de boot. Dat betekent dat we hier een saltootje moeten doen. Deze knop in moeten drukken. En dan hopelijk in één keer weer op de champ... Ik weet niet wat daar gebeurde. Maar we mogen het nog een keer opnieuw doen. Want het is echt zo leuk om nog een keer te doen. Oké, nog een keer. Ah, deze game, jongen. Go, 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 go. Ja, klimmen maar. Lekker. En spring. Lekker. Oké, saltootje. Saltootje. Lekker, Mario. Wat een flotsie. Sterretje. Nummer 15. Ik dacht in één video wel even 10 sterren te halen. Maar dat is misschien een klein beetje ambitieus. We hebben er 5. En ik vind het goed zo voor deze video. Doe een duimpje omhoog als je dit een hele vette serie vindt. Met vette vierkante Mario. En sterren die moeilijk te pakken zijn. En onderwaterwerelden die
ook lastig zijn. Of doe gewoon een blauw duimpje omhoog voor de support. Dat mag ook. Vergeet ook niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/RickandJune. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!